Huxkelaar. Voor SC Unitas Assen hebben we Floris Haverdings. Voor de derde cross hebben we Nick Smit. Voor de Flying Bikes houden we in de gaten Sven van Brummelen. Voor de Flying Birds hebben we Melvin Kerstholt. SC Unitas Assen met Stijn van Soest. Voor de Rapid Wheels een van de favorieten, Jaden Trent. En de andere favoriet is denk ik wel voor SV De Los Sprinters, Diana van Vlinderen. Succes! De beste startje pakken lijkt toch van Vlinderen te zijn voor Dierenbron. En Karaman die al 1-1 in de fiets pakt hier op de whole shot in de finale. Gaan we kijken, oh, Jaden Trent, hele mooie bocht. En hij zet van Vlinderen stil. Lijkt nog Jaden Trent te gaan warmeren. Als eerste zijn kunst te verdragen. Hij heeft wel van Vlinderen met zijn benen. Zijn kiel zag geven van Vlinderen de 652 rijden. Dat is nummer van Stijn van Soest. Dat zijn wel de drie sterkste mannen. En waar is dan van Vlinderen? Van Vlinderen op positie nummer 4. En hij komt ook nog aan de buitenkant verkeerde van Vlinderen bij Jaden Trent. En dan heb je de verkeerde lijn. Maar dan probeert die buiten binnen knap gaan. Dan komen ze met z'n tweeën naar het laatste stuk op. En dan gaat om die meeste rust uit het laatste stuk. En dan lijkt toch Jaden Trent toch gewoon af te jaren van Vlinderen. En in ieder geval heel erg spannend lijkt me werk voor de lijnjury.